Aangezien we met ongeveer dezelfde mensen bezig zijn, kan ik de plichtplegingen en de eerste dia rond het leermiddelennetwerk kan ik misschien wat korter houden. Je ziet hier statistieken op je scherm over klassement en waarschijnlijk heb je die wat zitten bekijken. Daar staan gigantische bedragen, gigantische aantallen op en ik ga die kort toelichten. Heel kort straks bij de volgende dia. Voilà, klassement, leermiddelen, netwerk. We hebben het over de leermiddelen en het netwerk, heb ik daarnet ook verteld. En wij vinden het, de leermiddelen minstens even belangrijk als het netwerk. De leermiddelen, uiteraard, daarvoor komen de mensen naar klassement. Maar ook de interactie met al dat materiaal, dat is het netwerkgedeelte. Hoe jullie daarmee omgaan, reacties, liken, op voortbouwen enzovoort, is fantastisch. Maar natuurlijk, klassement zonder bijdragen. Dat is wat minnetjes, dat zou niet echt lang meer blijven bestaan. En er zijn ondertussen, dat zie je bovenaan, 61.862 leermiddelen. Dat zijn er heel wat. Als je wilt toevoegen, dan doe je dat uiteraard door op voeg toe te klikken. En dan zie je hier de één reden al. In de periode van de coronaperiode, vanaf de lockdown, 13 maart tot 29 april, is er op klassement 887.000 keer iets gedownload. Dat is dus fenomenaal. Dus de mensen gaan echt op zoek naar klassement, op klassement op zoek naar lesmateriaal. Dus jouw bijdrage doet er zeker toe. Oké, hoe ga je uitgebreid leermiddelen toevoegen? Wat kan je toevoegen? Wordt mijn leermiddel beoordeeld? Nee, dat kan ik nu al zeggen. Het auteursrecht, daar kan ik misschien ook kort over gaan. En ik stel voor wie de webinar daarnet niet volgde en toch info wil over auteursrecht, dat er in de chat straks een linkje komt waar je zeker veel kunt over lezen. Ik zal er wel degelijk iets over vertellen. Wat zijn de voordelen van toevoegen? Waarom zou je dus iets gaan toevoegen op klassement? Het begint dus allemaal daar, bij die ene knop, voeg toe. Wat kun je allemaal gaan toevoegen? Er zijn heel wat verschillende types leermiddelen die je kunt toevoegen. Downloadbaar lesmateriaal is wat het vaakst gebruikte leermiddel, of hetgeen wat het vaakst op klassement voorkomt. De blaadjes, lesvoorbereiding, een PowerPoint of een presentatie, een cursus, een syllabus enzovoort. Als je wilt gaan toevoegen op klassement, dan kies je voor de snelle manier en dan klik je op de grote knop. Maar als je wilt geavanceerd toevoegen, dan klik je op het knopje eronder. Het staat zo wat kleintjes, omdat we de mensen eigenlijk uitnodigen om snel toe te voegen. Maar er zijn misschien wel redenen om toch geavanceerd toe te voegen. Nu, wat je ook kiest, we zijn al blij dat je deelt. Of je nu snel toevoegt of uitgebreid, dat maakt voor ons eigenlijk wel iets uit, maar misschien niet zoveel als voor jou. Dus als je snel toevoegt, zijn we blij. Als je uitgebreid toevoegt, zijn we minstens even blij. Maar waar ligt dan het verschil tussen uitgebreid en snel toevoegen? Ik heb het eventjes uit elkaar getrokken, zodat je goed ziet wat er te doen valt bij snel toevoegen. Dat is in de linkerkolom. En wat er extra kan aangeduid of ingevuld worden, extra informatie die meegegeven kan worden, dat is alles wat oranje is. Maar zelfs bij uitgebreid toevoegen is alleen het blauw, wat in het blauw staat, het verplichte veld, de verplichte velden. Alles wat in oranje staat, is niet verplicht, maar kan dus wel aangevuld worden. Ik heb de belangrijkste in het vet gezet, categorie, omdat die afhankelijk is van het type leermiddel. Titel, mensen geven graag zelf een titel aan een leermiddel, die gaan wij toch soms wel een keer wat moeten aanpassen. Er zijn mensen die graag ook zelf trefwoorden toevoegen, en de voorlaatste is misschien ook wel belangrijk, mensen die vaker toevoegen, zijn ook de mensen die geavanceerd gaan toevoegen, die leggen graag een linkje met eigen lesmateriaal, om zo eigenlijk een netwerk van leermiddelen te maken die bij elkaar horen. Dat is wat wij de getipte leermiddelen noemen. Maar dus, wil je uitgebreid toevoegen en alleen maar trefwoorden toevoegen, dat kan dus ook. Alleen het blauw moet verplicht ingevuld worden. Nu, ik ga het heel kort even over die categorie. Je zult merken, als je kiest voor downloadbaar lesmateriaal, dan wordt er gevraagd, is het een presentatie? Is het een klasactiviteit? Is dat een lesplan of lesvoorbereiding? Is dat een cursus of een toets? Je zult merken dat dat voor een document zo is.
Gaat het over bijvoorbeeld een website die je toevoegt, dan zie je dat er daar andere categorieën zijn. Een educatieve website, een site met software, een informatieve enzovoort. Ja? Dus als het gaat over websites, dan is dat net iets anders. Ik ga nu naar de website zelf, naar het klassement, om daar even uitgebreid te gaan toevoegen. Voilà, normaal zie je nu mijn scherm. En we beginnen dus hier bovenaan bij voeg toe. Ik ga kiezen voor het toevoegen van downloadbaar lesmateriaal, maar niet de snelle manier, maar geavanceerd. Waar er in het snel toevoegen maar 4, 5 dingen zijn die je moet melden, of ja, 5 toch, heb je hier dus veel meer en zijn er dus ook meerdere stappen die je moet afleggen. Het begint opnieuw bij je profiel, die automatisch wordt aangevuld. Heb je een organisatie en voeg je toe in naam van die organisatie, dan kies je voor de organisatie. Dan ga je opnieuw een document kiezen op je harde schijf of eventueel een online bestand, Google Drive, OneDrive, Dropbox. Ik ga vertrekken vanuit een bestand op de harde schijf. Van zodra je hier een geel kader krijgt, betekent dat dat je toch even moet lezen wat er staat, want daar staan tips over, ja, dingen die wij vaak merken, waar wij vaak tegenaan lopen als wij materiaal moeten modereren. Want wij zien dus vaak dat er geen rekening wordt gehouden met auteursrechten bijvoorbeeld. En dat is jammer, want ja, je doet dan al de moeite om iets toe te voegen op klassement. En dan moeten wij al heel vaak zeggen van, sorry maar, er is geen bronvermelding voorzien. Dus lees toch maar die gele kaders. Ik ga een blaadje toevoegen. Bijvoorbeeld eindtoets Frans begrijpend lezen. Voilà. Dat is een toets. Dus ik ga hier alvast bij categorie, overhoring en toets aanduiden. Nu, als je materiaal toevoegt op klassement, dan doe je dat volgens een licentie. Je geeft een licentie mee met jouw materiaal. En dat betekent dat je dus bepaalt wat er met jouw leermiddel mag gebeuren eenmaal het op klassement staat. Meestal heb je dat zelf gemaakt. Meestal staan daar geen bekende personen op. En dan kies je voor de aanbevolen licentie. De licentie kun je dan hier lezen als je over die icoontjes gaat. Stel dat je toch niet zelf hebt bedacht, maar een collega heeft dat voor jou gedaan. En er staan geen bekende personen in, herkenbare personen. Je wordt telkens aan het eind van dit stappenplan begeleid naar de aanbevolen licentie. Of je kan ervoor kiezen om zelf nog andere elementen toe te voegen, zodat je een licentie op maat hebt van wat jij precies wil. Zo, dan komen we dus bij de categorie. Ik heb die al ingevuld. Het is een toets, Frans, dus dat is toets. Wij gaan vaak ook klasactiviteit taak toevoegen. Want toets met een klein beetje aan te passen, dan kun je daar eigenlijk even goed een huiswerk of een taak van maken. Doe de hoofdding weg, maak daar een oefenblaadje van. En is het eigenlijk ook gewoon een oefening. Dan de titel. Dus ik schrijf begrijpend lezen, eindtoets. Gewoon zo'n plezier als je zelf de titel kiest. Spatie, dubbelpunt, spatie. Dat moeten we vaak aanpassen. En dat is zoals de regels van de kunst dat vragen. Wij doen dat zo, die spatie, dubbelpunt, spatie. Het is dus een eindtoets over begrijpend lezen. En dan word je begeleid in het schrijven van de omschrijving. Dus ik ga wat nonsens typen. Ik ga een korte beschrijving geven van wat het leermiddel is. Hoe ik het gebruik in de klas. Voilà. Die balk is nog altijd geel. Die is nog altijd niet zo super content. Dus nog even, Erik. Hoe evalueer je? Wel ja, dit is een evaluatie. En ik ga daar ook een evaluatierooster bij bijvoorbeeld. En die vind je bij de getipte bijdragen. Zo, 145 tekens van de 50. Met 50 volstaat het in principe om het te kunnen inzenden, maar we merken vaak wel dat er, als je een beetje meer schrijft, dat het ons wel wat meer informatie geeft over wat het leermiddel precies doet, waarvoor het gebruikt wordt enzovoort. Dan ga je trefwoorden toevoegen. Dat is Frans, dus dat is mondelinge vaardigheid, expression. En je merkt, als je al begint te typen, dat je een aantal suggesties aangeboden krijgt die
eventueel als strafwoord kunnen gebruikt worden. Ik houd voorlopig even bij die 2, maximaal 30. Dan, erg belangrijk, zeker als er in het materiaal een verwijzing is naar een handboek, dan is het heel interessant om die verwijzing ook te maken. Het is nu Frans, dus ik ga nu gewoon even bonjour les enfants nemen. Ook al is dat voor lager. Bonjour les enfants, voilà. Dan kun je hier eventueel nog praktische tips, didactische tips gaan geven waarom je dit leermiddel hebt gemaakt. Je kunt ons hier dus nog wat extra informatie geven, maar het is niet verplicht. En je kunt ook niet verplicht eventueel eindtermen gaan toevoegen. We gaan naar stap 2. Wel verplicht, je zit aan het grijze veld en het oranje vakje hier, wel verplicht is het onderwijsniveau. Dit is een eindtoets voor derde graad lager onderwijs, dus dat staat niet in mijn onderwijsniveaus, want die is toegespitst op mijn profiel. In mijn profiel staat ik lesgeef in het ASO. Dus ik moet klikken op toon alle onderwijsniveaus om ook die andere onderwijsniveaus te zien. Die eindtoets is er één voor het zesde jaar. Is eventueel bruikbaar in de eerste graad om bijvoorbeeld een keer op te frissen wat ze kennen uit het lager. Dus dat zijn twee verschillende onderwijsniveaus. En je ziet meteen die twee onderwijsniveaus ook hier terugkomen. We gaan dus voor lager onderwijs Frans aanklikken. En je ziet meteen, lager onderwijs is hier nu weg. Er staat alleen nog secundair onderwijs. Dus dat gaan we doen. We gaan naar secundair onderwijs Frans. Voilà, en het gele vakje is weg. Je kunt nu eventueel nog een sleutelcompetentie toevoegen. In dit geval is dat andere talen. En dan de functie, nog zo'n belangrijke. Je blaadje die je hebt gemaakt, dat is meestal geschikt voor een leerkracht die op klassement inspiratie zoekt of blaadjes zoekt om te gebruiken in zijn klas. Dus meestal, in 99% van de gevallen, is leerkracht een juiste keuze bij het aanduiden van de functie. De meeste blaadjes die je maakt zijn ook om gebruikt te worden door een leerling, maar toch vinken we dit niet aan. Je vinkt alleen maar leerling aan als het ook zonder de minste uitleg van de leerkracht door een leerling kan gebruikt worden. Een online oefening bijvoorbeeld, of een bundel waar ook de instructie staat, waar de theorie staat en waar de oefeningen staan. Maar meestal is het dus materiaal puur en alleen voor de leerkracht om te gebruiken in zijn eigen klas. Maar je kunt dus ook kiezen voor materiaal voor de zorgcoördinator enzovoort. De taal van het leermiddel, belangrijk, want ik merk dat heel vaak, ze kiezen soms voor Frans, als het in Nederlands staat, Nederlands als het Frans staat, kies de taal waarin het document geschreven is. Dat is dus meestal Nederlands. Zo, stel, de derde stap is, je hebt een interessante link die je nog wilt toevoegen, een website waar meer informatie staat over die online toets, over die toets van het document. Dan kun je hier een linkje plakken en een titel toevoegen. En dan kies je zelf een afbeelding. Dat hoeft niet, je ziet, het is geen verplicht veld. Je kunt er wel eentje gaan zoeken. Afbeelding opladen, excuseer het. Nee, dat is niet, excuseer. We gaan er eentje zoeken. Kies een vrije afbeelding. En dan gaan we op Pixabay. We gaan er heel clichématig eentje van Parijs bij zetten. Voilà, Parijs. En voilà, hier, we gaan de Eiffeltoren erbij zetten. Voilà, we zien de Eiffeltoren. Zo. Stel nu, dat is iets wat mensen die vaker geavanceerd toevoegen graag doen, dat is de link leggen met eigen getipte leermiddelen. En hoe doe je dat? Daarvoor ga je naar je eigen profiel. Ik ga even deze pagina dupliceren en even naar mijn profiel gaan. In je profiel vind je je eigen leermiddelen. Profiel, en een beetje naar beneden scrollen, dan zie je mijn leermiddelen. Stel nu dat ik dit wil linken aan die beginniveau Engels bepalende instaptest. Dan klik ik daarop en dan kopieer ik het nummer dat hier staat. Hier rechts, in de rechterkolom, nummer. Je vindt het ook terug in het internetadres. Dat is hetzelfde nummertje als wat hier staat. Dat kopieer je, Ctrl-C. Gaan terug naar de toevoegprocedure. We plakken het bij de getipte leermiddelen. Ctrl-V. Niet vergeten op het plusje te klikken. En je ziet meteen dat die test hier nu gelinkt is aan mijn nieuwe bijdrage. Zo. En dan de rubriek. Dit gaat over taalbeschouwing en woordenschat bijvoorbeeld. Voilà. Zijn er kosten verbonden aan dit leermiddel? Dat is heel vaak niet het geval.
Stel dat je een link legt naar een betalende website bijvoorbeeld, ja, dan moet je hier uiteraard kiezen voor ja, betalend, maar meestal is dat niet het geval. Je kunt eventueel nog toevoegen wie de auteur is van het materiaal, de publicatiedatum van tot, dat kan interessant zijn voor een wedstrijd bijvoorbeeld van een organisatie, maar voor ons materiaal, gewoon een blaadje dat gewoon op klassement mag blijven staan, vullen we dat niet in. En als je per se nog goeiedag wil zeggen of nog wat extra informatie aan de leerkracht wil geven, aan ons, de moderator, dan vul je dat daarin. Voilà, verzenden, document opslaan, dan komt het bij ons terecht en je zult merken, eenmaal dat gebeurd is, dat er hier bij mij een melding komt. Hartelijk dank voor het toevoegen van die leermiddel. Ik keer even terug naar de presentatie. Zo. Dat auteursrecht, ja, dat is natuurlijk een punt, het belangrijkste punt waarom wij moderatoren materiaal niet online kunnen zetten. Omdat er een schending is van het auteursrecht. Als er al geen bron staat bij afbeeldingen, dan moeten wij ofwel die afbeeldingen gaan vervangen door rechtenvrije afbeeldingen. Die zoeken wij dan op Pixabay. Maar als het er te veel zijn, dan kunnen we daar gewoon geen tijd voor vrijmaken. Ja. Afbeelding die je gebruikt louter ter illustratie, om je cursus wat leuker op te fleuren, die horen eigenlijk niet in lesmateriaal op klassement. Als je afbeeldingen gebruikt, dan is het om leerplandoelen, eindtermen te behalen. Je moet dus steeds de bron vermelden en je kunt eventueel een afbeelding vervangen door een linkje naar een afbeelding. En je mag de inkomsten van de auteur, zeg maar een verhaal van een of andere auteur, die mag je niet gebruiken. Je mag een foto van Studio 100 bijvoorbeeld niet gebruiken, enzovoort. Je leest er meer over op de link die nu in de chat zal verschijnen. Als je toevoegt op klassement, zijn er natuurlijk wel heel wat redenen om dat te doen. Ten eerste, je draagt iets bij aan het netwerk en je krijgt daar misschien wel de nodige appreciatie van. Mensen zullen misschien in interactie gaan met jouw leermiddelen en zeggen van, ah, dank u wel, of super, net wat ik nodig had. Je krijgt, als je iets toevoegt op klassement, ook extra KC-punten, klassementpunten. Dat zijn het 70 als je iets toevoegt, een downloadbaar lesmateriaal. Daar kun je al 35 nieuwe leermiddelen mee bekijken. Als je niet weet wat de KC-punten zijn, die vind je terug in je profiel. In je profiel zie je je saldo, je resterende punten. Deel dat door 2 en dan zie je hoeveel leermiddelen je nog kunt bekijken voor je op 0 zit. Is dat een drama als je op 0 zit? Nee, want je kunt alles nog bekijken wat je ooit hebt bekeken, maar je kunt geen nieuw materiaal meer bekijken. Als het zeer mooi materiaal is, dan zetten wij vanuit de KC soms wat materiaal in de verf. Dat doen we met een KC-prijsje. Je krijgt feedback bij je materiaal. Het kan jouw leermiddel ook gewoon sterker maken door de feedback die je krijgt, constructieve feedback. Feedback is heel zelden negatief van aard, dus daar moet je niet mee inzitten. En wat is nu de meerwaarde van het geavanceerd toevoegen? Wel, je kunt vaak een link leggen naar eigen materiaal, zodat dat materiaal ook weer beter gevonden wordt. En je hebt wat meer autonomie om trefwoorden toe te voegen, zelf de omschrijving te gaan schrijven. Let wel, we gaan die soms wat herschrijven, om die een beetje in de huisstijl van klassement te krijgen. Wat zit erin voor ons? Wat is de meerwaarde voor ons? Wel, ja, je helpt ons wel een klein beetje beter met onze moderatie, omdat je gewoon beter en uitgebreidere informatie biedt. En uiteraard, daarvoor doe je het. Die eerste, dat netwerk en de appreciatie, daarvoor doen de meeste mensen het.